Op zondag 15 maart is besloten dat horeca, scholen en kinderdagverblijven gesloten zijn in verband met het coronavirus tot en met 6 april. Dit betekent dat er een nieuwe vorm van onderwijs moet worden gehanteerd. Ouders en scholieren zijn hiervan op de hoogte. Charlotte van Tiel, u bent de rector van het First Lyceum. Wat betekent het nieuwe vorm van onderwijs voor de leerlingen van het First Lyceum? Ja, nou, wennen nog en enorm anders natuurlijk. Kinderen komen graag naar school, willen natuurlijk gezellig ook de gezelligheid van de klas hebben. Maar ja, dat mag nu allemaal niet meer. Dus we zijn meteen eigenlijk toen we dat bericht kregen enorm hard aan de slag gegaan om het onderwijs op afstand in te richten. Martine van der Heijden, u bent docent Frans hier op school. Ja, de omstandigheden rondom het coronavirus zijn natuurlijk heel spannend en innovatief nu. Ja. Wat voor vorm van onderwijs geeft u nu eigenlijk? Nou ja, zoals mijn rector al vertelde, we geven nu eigenlijk online les. Dus alles gaat via de classroom. Docenten hebben daar hun werkwijzers in geüpload, zodat leerlingen weten waar ze aan toe zijn en wat ze moeten doen. En daarin hebben zij ook bijvoorbeeld instructiefilmpjes opgenomen of powerpoints ingesproken, zodat leerlingen zo goed mogelijk op weg geholpen kunnen worden. Nou, hier zie je een voorbeeld van mijn Google Classroom. Dit zijn de klassen die ik lesgeef. Ik heb een 4 AVO mentorklas en een 3 AVO mentorklas. Daar heb ik een aparte classroom voor aangemaakt. Maar ook voor bijvoorbeeld van mijn leerlingen in 1 HAVO Atheneum. Als ik daarop klik, dan zie je de updates die ik heb gedaan en gedeeld heb met leerlingen. Hier zie je bijvoorbeeld mijn werkwijze voor de leerlingen. Ja, sommigen vinden het ook heel prettig. Dus ik belde net een leerling en die lag nog in zijn bed om 11:30. En dat zijn dan andere verhalen dan leerlingen die je dan belt. En die zeggen dat ze al echt een heel schema hebben en een vaste planning per dag. Dus het verschilt een beetje. Maar de meeste leerlingen die vinden het een hele lastige situatie.